Eerst naar een zwart boek met klachten over het UWV. Een jaar geleden verzamelde journalist Raymond Korsen voor de Stentor 450 klachten over de strenge fraudeaanpak van het UWV. Twee jaar geleden regende het klachten over de automatisering van de uitkeringsinstantie en de toegankelijkheid van haar nieuwe website werk.nl. Fouten stapelden zich op. Ik ben René van de Elburg, ben sinds 1 oktober werkeloos. Zoek werk als instellingskok, CQ, administratief medewerkster. Ik ben Johan Nijdam en ik ben 20 maanden op zoek naar een baan als vrachtwagenchauffeur. Beide zoeken naar werk en hebben dus te maken met de website van werk.nl. En dat leidt tot veel frustratie. Je komt niet in die site. Ruim een maand heb ik erover gedaan om ingeschreven te komen. Ik vind het een onnozel systeem. Oh, dat zal je altijd zien. Vorige week ben ik met mijn werkbriefje bezig geweest. Lag je er ook weer uit. Op vrijdag na 12 tot zaterdagmorgen. Stel dat ik ga solliciteren op de monteur glasvezel ter inschrijving. Achter. Hier. Mevrouw. Dan zul je zien dat de uitlogtijd dat die niet verandert. Ondanks dat je wel wat hebt ingetypt. Maar stel dat je nou langer dan een kwartier werk hebt om die sollicitaties te schrijven. Dan word je gewoon eruit geknikkerd. Voordat je hem hebt verstuurd, zeg maar. Dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. René en Johan zijn niet de enigen die met werk.nl worstelen. FNV-bondgenoten kregen het afgelopen jaar duizenden klachten binnen van werkzoekenden die net als René en Johan vastlopen op de site. Naar aanleiding van de vele reacties is de vakbond een onderzoek gestart. Uit de voorlopige resultaten blijkt nu al dat 46% zegt dat werk.nl vaak niet bereikbaar is. 88% zich onvoldoende geholpen voelt op de website. En dat de gemiddelde waardering voor de site slechts een 2,7 is. En het blijft niet bij irritatie alleen. Voor René hebben de internetproblemen gevolgen voor haar uitkering. Ze heeft een boete gekregen van €52 omdat ze te laat was met het melden van haar nulurencontract. Maar René wist helemaal niet dat ze dat moest doen. Het bestand met daarin de rechten en plichten van werkzoekenden kon ze niet openen. Fragment van het tv-programma Kassa over het niet werkende systeem van het UWV. Raymond Korsen. Ook hartelijk welkom. Precies twee jaar geleden schreef je een artikel hierover in de Stentor. Het dagblad voor, zou ik zeggen, Kop van Overijssel. Niet Twente, maar de rest. Wat was er precies aan de hand? Dit wat je net hoorde was onder andere aan de hand. Veel mensen probeerden informatie te geven op hun eigen stukje op werk.nl. En dat lukte vaak niet. Dat is een probleem. Maar een probleem wat daarop volgde was dat als jij niet voldeed aan de inlichtingenplicht, je zware boetes, je gekort werd op je uitkering. En dat probleem manifesteerde zich in 2013 eigenlijk voor het eerst, omdat 2013 de nieuwe wet van kracht was geworden, wet sanctiebeleid. Strengere fraudewet. Ja, fraudewet wordt die genoemd. Op het terrein van de uitkeringen. Ja. Dus nadat je hierover berichtte, over die website, kwam er meer los. Precies. Toen kwamen er reacties op. Die heb ik eerst nog even aangehoord. Toen heb ik op een moment een verhaal gemaakt met twee mensen die onredelijk werden bejegend. Die kregen flinke bedragen te betalen. Terwijl ze niet hadden gefraudeerd? Ze niet hadden gefraudeerd. Ze hadden gewoon de een die kon niet voldoen aan de inlichtingenplicht vanwege de falende website. En de ander die had gewoon praktisch gehandeld en die was aan het werk gegaan toen hij de kans kreeg. En die had het de volgende dag pas gemeld. En die kreeg desondanks een boete. En dat verhaal dat leverde een stroom aan reacties op. Dat heb ik even vastgehouden. Mm-hmm. Tot ik in 2014, vorig jaar, een verhaal heb gemaakt met een vrouw uit Zwolle. Zwaar gedupeerd. Boete op boete. Allemaal excuusbrieven van fouten die UWV maakte. Maar desondanks moest ze maar blijven betalen. Aan het dossier was geen touw vast te knopen. Daar heb ik toen mijn eerste stevige verhaal over deze wet en de uitvoering ervan gemaakt. Ja, ook RTV Oost heeft er overigens over bericht met een toelichting van onder andere de wethouder van Enschede. Mensen met een uitkering die illegaal bijklussen, die onderverhuren of vermogen of vastgoed hebben in het buitenland. Zomaar een paar voorbeelden van uitkeringsfraude.
Uitkeringsfraude dat de gemeente Enschede jaarlijks miljoenen kost. Gaat van 2011 van ongeveer zo'n 1,5-2 miljoen. En het afgelopen jaar liep dat al op richting de 3-4. En wij verwachten dat we dit jaar al meer dan 5 miljoen kunnen ophalen of besparen. De gemeente Enschede heeft een harde kern van zo'n 60 fraudeurs. Een groep die de afgelopen 5 jaar vaker tegen de lamp is gelopen. De nieuwe maatregel moet het fraudeleus handelen ontmoedigen. Dus dat betekent dat mensen die, waarvan blijkt dat zij uitkeringsfraude plegen, dat we dan zeggen van oké, dan krijg je een boete en die gaan we dus inhouden op je uitkering. Dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld voor een periode van 3 maanden dus totaal geen uitkering krijgt. Het idee om uitkeringsfraude extra hard aan te pakken komt uit Den Haag en geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Deventer hanteert de maatregel sinds januari. Toch probeert de gemeente menselijk op te treden. Kijk, mensen die in gemeentes 2-3 keer een uitkering krijgen, daarnaast werken, daar heb ik geen enkel pardon mee. Maar er zijn ook mensen die diep in de schulden zitten of andere oorzaken hebben. En wat doe je in de situatie waar jonge kinderen zijn? Zeg je dan van, oké, maakt niet uit, je gaat maar diep onder het bestaansnorm leven. En ik denk wel dat je daarnaar moet kijken, want anders lossen we namelijk alleen met bestraffen lossen we niks op. En van de 60 personen weten we dat er ongeveer 18 zijn die in een huishouden woonachtig zijn met kinderen. En we hebben gezegd, juist voor die gevallen, als het dan echt spaak loopt, dan willen we via de bijzondere bijstand een lening verstrekken. Die ze uiteraard wel terug moeten betalen. Maar op die manier hopen we wel dat we kunnen voorkomen dat gezinnen in een verkeerde situatie terechtkomen. Ja, dat probeerde men te voorkomen, Raymond. Maar naar aanleiding van deze aanscherping, waarover we hier horen, van de fraudemaatregelen, kwam jij met je artikelen dat dus vaak onterecht werd toegepast. Ja, klopt. Wat je hier in dit verhaal hoort is 2 dingen. Het gaat over bijstand en niet over werkloosheidsuitkeringen. Dus dat is even een nuance, want bijstand ligt bij de gemeente, de gemeentelijke sociale dienst. Ja. Ik heb het vooral over de UWV gehad. Ja. Maar het, kijk, dat er fraude moet worden aangepakt, daar is iedereen het over eens. Wat je merkte bij de behandeling van de wet aanscherping sanctiebeleid, was dat er heel erg geframed werd op dat woord fraude en te weinig werd gekeken naar de verwijtbaarheid. Iedereen is ervan overtuigd, als je fraudeert, boete, dat kan. Ja. Dat is prima. En frauderen, dat moet je niet doen. Maar wat is fraude? Maar wat is dan fraude? Dat is natuurlijk de kern van de vraag, van de zaak. Jij sprak die vrouw uit Zwolle. En daarna gingen de sluizen helemaal open richting krant met klachten. Toen heb ik, kwam er nog een zaak. Toen dacht ik, ja, wat moet ik daarmee? Moet ik die nou gaan belichten? En toen heb ik die vrouw weer teruggebeld. En gevraagd van, hoe is het eigenlijk afgelopen? Want UWV vertelde, is een incident. En we gaan je helpen. Help me om in contact te komen met die vrouw. En dan gaan we haar helpen. Oh, nou, want de UWV belde dan jou op om weer die vrouw te pakken kunnen krijgen? Precies, toen heb ik daarin bemiddeld. En toen, dat klonk allemaal heel logisch en aannemelijk. En dat heb ik ook allemaal in de krant gezet. Van UWV gaat, jongen, het is allemaal vreselijk, we gaan het helpen. Toen heb ik 2 maanden later gebeld. En toen bleek dat de UWV helemaal geen contact met haar had opgenomen. En bovendien weer een nieuwe boete had opgelegd. En toen dacht ik van ja, dit loopt echt niet goed. Plus alle reacties die ik had gehad. Toen heb ik overlegd met de hoofdredactie en hebben we gezegd, weet je wat we doen? We gaan als krant een standpunt innemen. We gaan een zwart boek, hè, want in feite laat je dan je objectieve midden laat je een beetje los. Ja, je wordt activistisch. Je gaat gewoon zeggen, we gaan deze mensen proberen een podium te bieden. En toen hebben we het zwart boek opengesteld. En binnen 2 weken hadden we 450 reacties. Toen hebben we hem echt dicht moeten doen, omdat het dat laatste weekend enorm toenam. En het moet natuurlijk ook gewoon te behappen blijven als journalist. Was jij vrijgesteld voor dit project? Ja. Ik heb nog wel wat dingen tussendoor gedaan, maar in principe was ik vrijgesteld voor dat zwart boek. Doe jij altijd onderzoeksjournalistiek? Of is dat iets deed wat toen. Dat deed onderzoek. Ja. Dus 450 klachten. En toen heb je gezegd, nou, ik heb wel een indruk. Ja. En wat was de teneur van al die klachten? Wat was de gemene deler? Wat mij ontzettend aangreep was de wanhoop van mensen. Het UWV dreef mensen echt tot wanhoop. Halstarrig, konden niet communiceren, waren niet in fout staat te herstellen. Legde de problemen bij de mensen zelf neer. Het is omgekeerde bewijslast. Jij moest aantonen dat je had gedaan wat je moest doen. Wat overigens ook het gevolg is van aangescherpte wetgeving. Hè? Klopt. Dat is gezegd, laat die mensen maar bewijzen dat ze niet fout zitten. Precies. En waar je tegenaan loopt bij UWV is dat het een enorm machtig bolwerk is. Dat hebben we met z'n allen zo gecreëerd. Waarbij je zeg maar vanaf het begin de toekenning van de uitkering, de toetsing van de gegevens, de handhaving,
de sanctionering en zelfs de bezwaarprocedure is allemaal in handen van UWV. Dus je bent gewoon totaal afhankelijk en je wordt gewoon niet geholpen. Dat was eigenlijk de strekking. Er waren echt mensen wanhopig. Mensen dreigden met zelfmoord. Mensen dreigden met geweld. Nou, mensen waren echt desperaat. Ten einde raad. We hebben een paar van die reacties ook op band. Ik gaf een paar dagen te laat aan dat ik een nieuwe baan had. Ik kreeg meteen een boete van maar liefst 2500 euro. Je wordt als zware crimineel behandeld omdat je een kleine administratieve fout hebt gemaakt. De uitkering die ze mij in januari onterecht hadden overgemaakt, heb ik meteen teruggestort. Maar toch kreeg ik nog die achterlijke boete. Je wordt overspoeld met informatie. Je probeert je weg erin te vinden en je zo netjes mogelijk aan de regeltjes te houden. Je maakt een klein foutje, zoals het te laat doorgeven van je sollicitatieactiviteiten. Als beloning wordt je uitkering 3 maanden ingehouden. Telefoneren, een bezwaarschrift indienen. Uiteindelijk krijg je medewerkers aan de telefoon die geen enkel menselijk begrip tonen. Je krijgt het gevoel dat je een grote boef bent. Dat je vanaf je 19e altijd hebt gewerkt, maakt niets uit. Er werd mij gezegd dat ze me met 25% gingen korten op mijn aanvulling WW. Ik werkte via een uitzendbureau volledig 5 dagen, dus 36 uur... maar nu bleek dat ik in deze periode door had moeten solliciteren. Ja, dat was totaal niet bekend bij mij. Ik kon beginnen met werken bij iemand die met spoedhulp nodig had. Dit meldde ik een week later met een contractbrief bij de UWV. Boete 150 euro. Daarna heb ik elke maand keurig mijn salaris doorgegeven. Na 8 maanden krijg ik opeens nog een rekening. Een terugvordering van 1500 euro. Opgelegd door het UWV. Mijn zoon was namelijk 18 geworden en dat had ik niet gemeld. Denigrerend, frustrerend, kinderachtig, bevoogdend en betuttelend. Ze geven tegenstrijdige opmerkingen, handelen tegenstrijdig, luisteren niet. Ze zijn onwetend en niet realistisch. En ze hebben geen aandacht voor de individuele situatie. De UWV-arts heeft mij 1 keer gezien. En in plaats van naar mijn gezondheid en herstel te kijken, zette hij me onder druk. Door begrip te vragen voor de interne chaos binnen het UWV. Over ziekte en herstel werd niet gepraat. Ik ben 57 jaar, zit met een bekkeninstabiliteit en ik heb zoveel geld moeten inleveren dat ik mij niet kan laten behandelen. Ja, dat zijn de inhoudelijke klachten in feite. Maar jou trof dus vooral de emotie die er ook achter zat. Dat konden we hier niet laten horen natuurlijk. Maar... Nee, met name de wanhoop, ja, van mensen. Wat heb je met dat zwartboek gedaan? Ik heb dat alle klachten gerubriceerd. Over verschillende facetten. Sommige gaan over bejegening, sommige gaan over het boetebeleid, sommige gaan over keuringsbeleid. Nou, zo heb ik dat geprobeerd te ordenen. Ik heb dat allemaal gebundeld, geanonimiseerd, gebundeld in een zwart boek. En dat heb ik aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken in Den Haag. Dus zo activistisch ben je te werk gegaan? Je bent echt als representant met dat zwart boek naar Den Haag gegaan? Ja, en het was wel aardig, want ik mocht 10 mensen meenemen. Dus ik heb een mail rondgestuurd naar alle mensen die hadden gereageerd. Met de vraag van wie wilde mee. Nou, dat waren er heel veel die mee wilden naar Den Haag. Ik heb er uiteindelijk 10 meegenomen, waaronder een aantal in mijn eigen auto, omdat die mensen vaak helemaal aan de grond zitten. Dus helemaal geen geld hebben om naar Den Haag te reizen. We zijn met z'n 10 daar geweest en hebben het aangeboden. Ja. Ook om de mensen in contact te brengen met de Tweede Kamer. Want uiteindelijk zijn die over het beleid gegaan. Hè. Bejegeningen, dat is UWV. Maar het beleid... Een strenge sanctiebeleid. Dat is Den Haag geweest. Dat is Rutte 1 geweest. Ja. En heb jij nou, want je kan als regionaal journalist dingen brengen, onthullen. Misschien dat de gemeente daarvan onder indruk is, de Provinciale Staten uiteraard. Maar om landelijk iets te bereiken, was daarvoor die stap nodig dat jij als activist naar Den Haag ging, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat het tot dat moment eigenlijk niet op het netvlies van de Tweede Kamer lag. Ik denk dat we hebben daar echt goed gesproken. De commissie nam er alle tijd voor. En het was ook een soort samenloop van omstandigheden. Toevallig. Met het zwartboek in de hand ging de Vaste Kamercommissie de Tweede Kamer in. Of de commissievergadering in, maar dat weet ik niet precies. Maar om te praten met minister Asscher over dit onderwerp. Dus ze hadden op dat moment gewoon een munitie. Ze hebben het rapport ook direct aan minister Asscher gegeven. Met het verzoek daar inhoudelijk op te reageren. Dus het viel allemaal samen. En toen ik terug naar huis ging, toen maakte de Nationale Ombudsman bekend dat hij onderzoek ging doen naar ditzelfde onderwerp. Ja, en daar kwam dit uit.
Bij zo'n 70% van die boetes blijkt dat er geen sprake was van frauduleuze bedoelingen. Ik kan een sprekend voorbeeld noemen uit ons rapport. Een mevrouw die een bepaalde wijziging van omstandigheden moest doorgeven aan het UWV. Maar dat moest via DigiD. En ze moest een nieuw wachtwoord aanvragen. Dat kostte even een dag of 10. En daarna kreeg ze een boete van het UWV omdat ze niet binnen 7 dagen de wijziging had doorgegeven. Boetes komen bovenop het teruggeven van het teveel ontvangen bedrag en zijn in beginsel even hoog als dat teveel ontvangen bedrag. Het kan gaan om duizenden euro's. Het zijn mensen zoals u en ik die als ze in de situatie komen dat ze een uitkering nodig hebben en die dan vervolgens informatie moeten geven aan het UWV of aan een andere instantie, aan de gemeente, die zich vergissen of die niet goed met internet kunnen omgaan. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je een fout maakt die je niet opzettelijk maakt. De fraudewet die vorig jaar van kracht werd draagt volgens de ombudsman niet bij aan het daadwerkelijk bestrijden van fraude, omdat er geen extra opsporingscapaciteit is vrijgemaakt. Goed, er is dus nu ook een rapport in dit stadium van de Nationale Ombudsman. Dus het ligt niet meer alleen maar in jouw verspreidingsgebied van de Stentor. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, de Nationale Ombudsman die kwam eind 2014 met zijn bevindingen. En net daarvoor is er een uitspraak geweest van de Centrale Raad van Beroep in één specifieke casus, waarbij werkelijk de vloer is aangeveegd op alle fronten met de handelwijze van de UWV. Daarop dus gewoon de rechter in feite, hè? Ja, en daarop is de kritiek was inmiddels dus zo breed dat vanaf dat moment UWV besloot om geen nieuwe boetes meer op te leggen. Dus ze hebben ook 4500 gevallen van vorig jaar hebben ze meegenomen naar dit jaar om er nog maar eens een keer naar te kijken. Dus zijn ze per direct mee gestopt. De minister heeft aangedrongen op, dat deed hij al na mijn zwartboek overigens, om voor versoepeling van, ja, met coulance om te gaan, goed te kijken naar de verwijtbaarheid, rekening te houden met de omstandigheden. Die had ook de minimumboetes al gelijk omlaag gedaan. En het einde van het liedje is nu dat de UWV, het UWV, bekend heeft gemaakt dat met de invoering van de wet, de nieuwe wet werk en zekerheid, ja, 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 per 1 juli... dat er eigenlijk wordt afgezien van de manier van handhaven zoals ze dat altijd gedaan hebben. Ze gaan het nu op een andere manier doen. Waarbij ze eigenlijk zeggen van ja, we hebben de afgelopen 2 jaar, eigenlijk de afgelopen 3 jaar, totaal op het verkeerde spoor gezeten. Dat, zo zie ik dat maar even. Dat ja, zullen ze zelf denken. Ja. Maar jij hebt dus wel het gevoel dat je als individuele journalist met de steun van je hoofdredactie iets hebt aangekaart en ook voor verandering hebt kunnen zorgen. Ja, maar ik heb niet mijn verhaal zelf, hè. Het is een samenloop van omstandigheden. Zonder Nationale Ombudsman en zonder die Centrale Raad van Beroep was dat nooit gelukt. Maar ik geloof wel dat ik een steen in de vijver heb kunnen gooien met het zwartboek. Ja. Waarbij ik ook wel intern te horen krijg dat de toon, dat ze proberen iets te doen aan de toon en dat ze iets proberen te doen aan de cultuur. Dat hoor je intern bij UWV? Ja, via, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, want in eerste instantie reageerde het UWV niet zo onder de indruk, hè, van die eerste klachten? Nee, dat was wel mijn indruk toen ik daar met het zwartboek op het hoofdkantoor was in Amsterdam. Maar, wat zeiden ze toen dan? Nou ja, toen was het eigenlijk meer. Kijk, de UWV die heeft natuurlijk hele goede cijfers, hè. Dat is, als je naar de statistieken kijkt, dan leveren ze een topprestatie. Dat is gewoon zo. Ze hebben 1,4 miljoen uitkeringen die ze jaarlijks verstrekken. Ze werken met 20.000 man. De klanttevredenheid is goed. Is allemaal prima. Dus wat zij proberen is gewoon het af te doen als incidenten. Als kleine foutjes in het grote geheel. Maar ja, als jij als individu in dat grote geheel opeens met over de rand wordt gedrukt en naar de afgrond geduwd wordt, dan is dat misschien in het grote geheel klein. Maar 450 gevallen van wanhoop. Precies. Nee. Dus, en voor die mensen heb ik het eigenlijk gedaan. En ik vind eigenlijk dat nu dat er allemaal herzien wordt, dat UWV met terugwerkende kracht, met enige coulance moet kijken naar al die gevallen die in mijn zwartboek staan. Om te kijken of die mensen, hoezeer die nu nog in de problemen zitten en hoezeer die nog moeten betalen. Hou je nog mee bezig met het onderwerp? Nou, nee, niet, want zo gaat het in de journalistiek. Het is vorig jaar heb ik heel erg op gefocust op dit onderwerp. Echt heel veel energie in gestopt. Het heeft me ook echt bezig gehouden en wakker gehouden in sommige gevallen. Maar op een gegeven moment is het ook klaar.
Weet je, dan moet je weer verder. Je hebt weer andere onderwerpen en je gaat ook weer gang. Ik heb nog wel. Of is het interesse ook verschoven naar een ander onderwerp? Ik kan me ook voorstellen dat je, als je er zo lang mee bezig bent geweest en je hebt ook al wat bereikt, dat je denkt, ja, ik moet niet de nationale uitkeringsjournalist worden of zo. Nee, die ambitie heb ik niet om dat te worden. Maar het is niet zo dat het onderwerp mij helemaal loslaat. Ik blijf natuurlijk alles volgen op dat terrein, omdat ik denk van, je zoekt ook wel naar bevestiging van, heb ik het goed gezien en heb ik het verhaal goed aangepakt. En je kijkt ook wel naar of er andere, vanaf de andere kant dingen aangevlogen worden. Ja. Tot nu toe is er. Is er inderdaad wel eens momenten geweest dat je dacht, nou, daar heeft het UWV eigenlijk wel een sterk punt. Je zegt net al, statistisch hebben ze natuurlijk ook een punt. Ja. Alleen, nou ja, kijk, UWV, dat heeft je niet van het pad gebracht. Nee, omdat UWV verschuilt zich natuurlijk gewoon achter het beleid. En daar hebben ze ook wel reden voor. Kijk, zij doen wat, wat Rutte 1 gevraagd heeft. Mm-hmm. En dat doen ze goed. En ze zijn daarin ook heel efficiënt. Als je ziet naar de cijfers die ze. Kijk, in 2012, ik heb het even opgezocht, hebben ze 59,6 miljoen euro opgehaald aan boetes en aan schadelastbeperking. Dat ga ik allemaal niet uitleggen, maar dat is in ieder geval geld wat ze bespaard hebben voor de burger. In het kader van fraude, en doe ik fraude tussen aanhalingstekens. Hm. Het jaar erop was dat 94,9 miljoen. En het jaar daarop was het 143,5 miljoen. Dus het werd dus een geldmachine. Dus het werd gewoon ook een verdienmodel. Dat kreeg ik ook wel terug vanuit UWV. Dat de mensen ook heel bewust door Suwinet, dat ligt nu onder vuur in het kader van de privacy. Maar heel bewust. Dat is dat uitwisselingssysteem waarbij ook privégegevens van gemeenten naar commerciële bedrijven zijn gelekt. Ja, dat is bijvoorbeeld ook een zeer interessant onderzoeksonderwerp. Ja. Als je weet dat er alleen al door UWV vorig jaar 45,5 miljoen keer Suwinet is geraadpleegd. En dat is 5 miljoen, bijna 5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Zoveel uitkeringsgerechten zijn er niet eens. Nee, nou dan weet je ongeveer hoe. Wat er gebeurt. Even kijken, 45,7 miljoen keer geraadpleegd door UWV-medewerkers. Staat in het jaarverslag van het UWV. Uh-huh. Dat is ook nog wel een onderwerpje. Maar wat ik wilde zeggen is, tip. Het is gewoon een hele efficiënte boetemachine geworden. Ja, maar dat ja. is nu voorbij. Ik denk dat we daar met z'n allen heel blij over moeten zijn. Raymond, dankjewel. Raymond van de Stentor. Raymond Korsen, die dus met het UWV verhaal.